En wij zijn blij dat het eindelijk wordt aangepakt. Zo luidt de reactie van een bewoner van Land van Dijk. Wie komt erin? Sporthal, die er vervallen bij staat, op de hoek van de Fred Derbystraat en de Willem Campagnestraat, wordt binnenkort gerenoveerd. Buurtbewoners van Poelepantje en omgeving kunnen al jaren geen gebruik maken van de Wiekontring Sporthal. De sportaccommodatie die voorheen een trekpleister was voor jong en oud is de afgelopen jaren in verval geraakt. Naast het zwembad, de sporthal, het basketbalveld en de speeltuin is er ruime parkeergelegenheid op het terrein. Ronald Waarde, die als voorzitter van het stichtingsbestuur aanwezig was bij het start zijn van de renovatie, gaat in op het belang van Wiekontring. Een van de gevallen, een van de activiteiten, is de uitvoering van een kinderspeelplaats met de Lions, Ready. En ik mag u zeggen dat ze hun eigen fondsen hebben verzameld. En nu gaan ze dus de implementatie, de inhoud, de uitvoering geven. Het is belangrijk dat te doen. En dan hebben we dus de kinderspeelplaats speciaal voor de kinderen van Land van Dijk, Wiekontring, ja, Abrabroci, Kuliwee, Zorg en Hoop en ga maar zo door, Beekhuizen. Wij willen in ieder geval zoveel mogelijk doen voor de buurt, met de buurt, ja, en vanuit de buurt. Het is een oproep die wij vandaag doen om de samenleving kenbaar te maken. Dit gebouw is van de samenleving. Het is geen gebouw van wie dan ook. Het is een gebouw van de samenleving. De samenleving heeft eraan gewerkt en laat het zo zijn dat de samenleving gerespecteerd wordt, wederzijds. De voormalige president Hanna Bosk Noordwijk van Lions Club Paramaribo Ready vindt het jammer dat het opknappen van het complex niet eerder heeft plaatsgevonden. Ze juicht het daarom toe dat de districtscommissaris, het stichtingsbestuur en de overige ondersteuners van Wiekontring de draad nu hebben opgepakt. Allerlei instanties afgelopen zijn helemaal naar openbare werken gegaan, openbaar groen en gevraagd om hulp bij die ontwatering, want dat kunnen wij niet. En iedereen was natuurlijk welwillend, maar door omstandigheden is het eigenlijk niet van de grond gekomen. We hebben de gelden vastgehouden, omdat we ervan uitgingen, er zal een moment komen waarop het misschien wel kan. En het schijnt dat het moment er nu is. Dus we zijn heel blij, 2 weken terug werden we weer uitgenodigd door het bestuur van Wiekontring. En die gaven aan dat er licht in de tunnel was. De DC was erbij, de ambassadeur en de McDonald's was erbij, openbaar groen was erbij. En toen hebben we weer de zaak uit de kast gehaald. En nu na 2 weken blijkt inderdaad dat er schot in de zaak lijkt te komen. Dus we zijn heel erg blij dat ons plan uiteindelijk gerealiseerd kan worden voor de kinderen van deze woonwijk. Volgens DC Ricardo Bola wordt er niets aan het toeval overgelaten om de veiligheid van de buurtbewoners te garanderen. Deze plek heeft in het verleden een hele centrale rol gespeeld als het gaat om vorming van vooral de jeugd natuurlijk, hè, sporten, begeleiding, het aanbrengen van normen en waarden, gemeenschapszin, buurtontwikkeling. En gaandeweg hebben we meegemaakt ook helaas dat natuurlijk dit geweldig complex van weleer in verval is geraakt. En er is ook gevraagd, districtscommissaris, kunnen wij, wat u hier achter ons ziet, dit prachtig hal van weleer weer doen herrijzen. Daarvoor gaat de heer Doorson van Doorsons Constructie, in ieder geval voor de sloop zorgen, het ontmantelen van dit levensgevaarlijk object. Wat we nu staan zien is een ruïne en dat moet verdwijnen as soon as possible. We gaan het allemaal veilig ontmantelen en daarna komt er een tekening hoe wij dat weer willen hebben. En dan gaan we met alle vrienden van Suriname kijken hoe we de centjes bij elkaar kunnen krijgen. En ik denk niet dat het heel erg moeilijk zal zijn. De kracht van goede communicatie wordt middels dit initiatief tentoongesteld. Het is volgens oud-buurtbewoner Henry McDonald een belangrijke factor voor het realiseren van gestelde doelen. Ik werd uitgenodigd vorige week om voor een meeting met de DC. En het was hier bij het zwembad. En toen is er echt wel afgesproken wat er allemaal zou worden gedaan ter wederopbouw van de buurt.
Dus ik ben heel erg hoopvol gestemd en ik heb ook beloofd hoor, om alles dat in mijn invloedssfeer ligt, dat niet groot is. Maar ik ken wel een paar mensen, ik ken een paar ondernemers in de buurt, om ze allemaal bij elkaar te brengen om te zien wat we voor de buurt kunnen doen. Niet alleen maar de ondernemers en de mensen die business doen in het gebied, maar ook de mensen van Van Dijk zelf, weet je. De heren die daar achter zitten, die zijn mijn vrienden, de Masapmi. Dus ook met hen gaan we praten om te zien wat we kunnen doen. Ik moet alvast zeggen van, je ziet, hier is schoongemaakt. En het zijn de jongens die het schoon hebben gemaakt op dit moment. Dus als je iedereen bij elkaar brengt, de buurtbewoners, de ondernemers. En er zijn een paar sterke jongens hier hoor, in deze buurt. En daar geloof ik erin dat we dit jaar nog het hele gebied een ander gezicht kunnen geven.